dat is wel een van de doelpunten en een van de momenten die, ja, die het dichtste bij mij blijven en die ik ook altijd zal onthouden en herinneren. Europees kampioen. Ik en Robin. Ja, heel klein was ik nog. Ik denk een jaartje of 7, 8. Altijd Feyenoord-fan geweest. Altijd voetbalfan geweest. En ja, toch wel speciaal om uiteindelijk ook een Nederlands elftal shirt aan te hebben. Na hem natuurlijk. Was je toen ook al aan het voetballen op die leeftijd? Toen was ik al aan het voetballen, ja. Ik begon echt vanaf het moment dat het mocht. Toen werd ik naar de voetbalclub gebracht. Zwemdiploma's maakten allemaal niet uit, want dat deed ik daarnaast wel. Maar ja, vanaf mijn 5e volgens mij altijd al gevoetbald. En wat is jouw eerste herinnering van op het voetbalveld staan? Nou, eigenlijk al voor die tijd. Mijn vader voetbalde op een heel laag niveau, hoor. Maar ik ging altijd mee, ik ging altijd balletje trappen. En dat is toch wel mijn eerste herinnering. Gewoon op het voetbalveld nou ja, met vriendjes, vriendinnetjes. En met de grotere jongens natuurlijk mocht ik altijd meedoen. Dus ja, toen is het eigenlijk al begonnen. Jill en Inessa, wat schattig. Altijd samen voetbal, vanaf de onder 15 al. Maar jullie hadden een goede lichting, hè? Ja, we hebben zeker een goede lichting. Nu ook bij het team. Kijk, Linette zit er natuurlijk bij. Nou, Danique Kerkdijk hoort bij die lichting. Heel veel meiden die eigenlijk direct door zijn gestroomd. En ook natuurlijk, dat kon je ook zien in de resultaten van die lichtingen. Eén keer het Noordic gewonnen, één keer tweede geworden. En natuurlijk het EK 2000, ja, voor de onder 19 ook gewonnen. Dus dat was wel speciaal. Ja, ik moet zeggen, tijdens het scrollen kwam ik ook heel vaak Jill tegen. Jullie zijn ook al heel lang maatjes. Ja. Hoe is dat ontstaan? Ja, nou, volgens mij was het eigenlijk meer in de eerste trip was, voor Jill was uit naar Engeland. En het was toch wel heel erg west georiënteerd, zeg maar, het team. Nou ja, en ik kwam uit het noorden, Jill kwam uit het oosten. En daar kwam eigenlijk direct wel de klik, zeg maar, vandaan. En natuurlijk ook 10 en 9 op dat moment. Dus ja, die klik is er altijd geweest, zowel op het veld als buiten het veld. En nou ja, daarna heeft ze natuurlijk eigenlijk mij de hele tijd gevolgd. Eerst naar Bayern, daarna naar Arsenal. Samen gespeeld bij Arsenal, wat superleuk was. En nu nog steeds bij Nationaal, gelukkig. Dat was La Manga, volgens mij. Toen was ik mee met de onder 19, denk ik. Ja, het gaat mij vooral om die nummer 10. Ja, ik ben een 10. Loop ik al jaren te roepen, maar ik word gewoon in de spits neergezet. Nee, maar alle jeugdhelftallen, eigenlijk nou ja, tot het EK onder 19 die we gewonnen hebben, heb ik eigenlijk altijd als 10 gevoetbald. En op een gegeven moment was dat ook in de jeugdhelftallen af en toe als er geen 9 was of als de 9 geblesseerd was, dat ik eentje door werd geschoven. Maar ja, dat is nu al veranderd. Maar is er een punt geweest waarbij je zelf gewoon erbij neer hebt gelegd van oké, ik moet hier gewoon doelpunten maken? Ja, nou, ik denk dat dat vooral kwam toen ik bij Nederland zelf te kwam en Rocher natuurlijk bondscoach was. En nou ja, ik werd in principe gehaald als een spits, want op dat moment stond Manon in de spits, die natuurlijk nou ja, ook heel veel kwaliteit had op de rechtsvoor. En volgens mij heb ik het uiteindelijk gewoon voor mezelf verpest door in mijn tweede interland direct 3 keer te scoren en daarna mocht ik nooit weer weg. Dus eigen schuld, dikke bult. Want je zei, je kwam bij het Nederland zelf al. Hoe was dat? Nou, ik was op het trainingscomplex bij Heerenveen en we hadden net getraind. En toen zei Jessica van, oh, kom even mee. Dus dan dacht ik, ja, ik heb vast weer wat verkeerds gedaan of vast weer iets raars uitgehaald. Maar toen zei ze, oh, ik heb iemand aan de telefoon voor je. En toen zei Rocher van, ja, je hebt het zo goed gedaan de afgelopen wedstrijden bij Heerenveen. Ik wil je heel graag nou ja, bij Nederland zelf dat zien. Toen is het begonnen. Goeie kwaliteit wel. Dat zijn jouw foto's. WK Canada. 2015, hè? Ja, als je nou dat toernooi in één zin zou moeten samenvatten, hoe zou je dat dan doen? Ver weg van huis en heel lang. Ja, ik denk dat dat een soort nou ja, transformatietoernooi is geweest eigenlijk. Daarna is natuurlijk alles heel erg goed gaan lopen, maar ik denk ook op dat moment, ik was natuurlijk zelf heel erg jong. We hadden best wel veel meiden die na het WK ook eigenlijk niet meer geen deel van de groep meer zijn geweest. En nou ja, het was onze eerste grote toernooi. Niet alleen voor mezelf, maar voor iedereen. Echt het WK natuurlijk. Dus er kwam ook wel een beetje spanning bij. En vervolgens dacht iedereen van, oh, ze gaan het wel meteen even doen. En wat ik zei, het was gewoon heel ver weg bij huis. En uiteindelijk heel veel lering uitgehaald richting de volgende toernooien. Ja, jij zei van, ze dachten, ze gaan het wel even doen. Maar ze dachten ook, die FIFA gaat het wel even doen, toch? Want ja, je was eigenlijk al meteen als een soort fenomeen gebombardeerd. Ja, nou ja, heel jong natuurlijk. Ik was volgens mij 18 toen we naar het EK of naar het WK gingen.
Again, waarschijnlijk eigen schuld, aangezien ik wel tegen Italië natuurlijk in de play-offs veel heb gescoord. Ja, uiteindelijk natuurlijk niet realistisch. En helemaal op die leeftijd en helemaal hoe alles eigenlijk toen qua vrouwenvoetbal in elkaar zat, was er volgens mij ook niet genoeg begeleiding om daar zeg maar juist mee om te kunnen gaan. En wat ik zei, het grootste wat dat toernooi mij heeft gegeven is de lering hoe wel een groot toernooi te spelen en hoe wel met dingen om te gaan. En het hoeft ook niet allemaal leuk te zijn, maar als je er maar lering uit kan trekken, dan is het volgens mij een goede ervaring geweest. En ja, het heeft mij wel geholpen om een betere speler te worden. Ja, want ben je daar in de afgelopen 100 interlands echt gegroeid van het met de druk omgaan? Want iedereen verwacht altijd dat jij scoort. Dat is gewoon zo, toch? Ja, saai hè? Ja, tuurlijk. Wat ik zei, kijk, toen was ik 18, nu ben ik 25. Zoveel interlands verder, je gaat er anders mee om. Op een gegeven moment kun je het wegstoppen, kun je het uitsluiten en ben je gewoon gefocust op jezelf. En ja, wat ik zei, dat heeft even geduurd en dat zal ook bij andere jonge spelers even duren. Maar ik ben blij dat we tegenwoordig op een punt zijn dat het niet meer uitmaakt en dat we gewoon lekker kunnen voetballen. Geweldig, volgens mij. Ik denk een van de speciaalste momenten uit mijn carrière, nu al. Maar ik denk ook als ik terugkijk op de uiteindelijke carrière, zal dit altijd bijblijven. En dit was gewoon zo speciaal dat we dat in Nederland mee mochten maken en gewoon een EK hebben gewonnen. En ja, de ontlading en de foto's zeggen volgens mij genoeg. Ja, hoe gingen jullie dat toernooi in? EK in eigen land? Heel open-minded eigenlijk. Het toernooi daarvoor was natuurlijk een teleurstelling geweest. Sarina was pas net bij de groep. Heel veel dingen gingen in het toernooi zelf natuurlijk goed. De eerste wedstrijd net gewonnen, tweede wedstrijd win je, derde poolwedstrijd win je tegen België. En op een gegeven moment kom je een beetje in zo'n flow te zitten. En op het moment dat je in een flow zit waar wij in zaten, voel je gewoon heel goed en valt alles gewoon op het juiste plekje. En, ook voor de finale, en volgens mij hebben we het wel vaker gezegd, op het moment dat we achterkwamen of een penalty weggaven, je wist gewoon dat we toch wel weer om gingen draaien. Dus ja, dat was wel een heel speciaal gevoel. Ja, en op een gegeven moment staat het 3-2, een paar minuten voor tijd. En je wordt de diepte ingestoken en toen? Wat denk je dan? Ja, niks. Moe. En afmaken. Want volgens mij is het spannend genoeg geweest. Hetgene wat je op dat moment denkt, kijk, Sherilla speelde een goede lange bal en ik zie dat ik 1-op-1 zeg maar met, volgens mij was het Zandvee, de 16 meter in kan gaan. En ja, dan heb ik genoeg vertrouwen om die actie aan te gaan en om hem af te maken. En ik ben gewoon heel blij dat iedereen ging. En dat kun je zien. Iedereen was zo opgelucht. En dat was gewoon het moment dat je realiseerde dat je gewoon Europees kampioen bent geworden. Ja, ze zeggen altijd dat jij niet juicht, maar daar kwam wel... Ja, maar überhaupt tegenwoordig, ik weet niet wat ik allemaal doe, maar er zijn genoeg foto's dat ik aan het juichen ben, niet? Dus mogen ze niet meer zeggen. Maar mooiste goal uit je carrière, interland carrière? Nou, speciaalste. Niet zozeer de mooiste, maar wel de speciaalste. Big Verge. Ja, speciaal natuurlijk. Überhaupt dat je die prijs mag winnen, maar natuurlijk nog extra speciaal omdat je gewoon met twee Nederlanders daar staat. En dat was wel een, niet alleen die avond, maar die hele week was wel een hele mooie week in mijn carrière en in mijn leven, ja. Ook nog kampioen geworden die week, hoor. Precies, op de zondagochtend eerst Brighton uit en kampioen geworden. S'avonds dit, de PFV Awards. En die week had Lisa haar zus ook nog de bruiloft. Dus het was zeker speciaal. Ik denk op het moment dat ik bij Arsenal ben gekomen, ben ik volwassener geworden als een voetballer. En ook als persoon, maar ook als international. En ik denk dat sindsdien... Vooral na het EK ook, dat eigenlijk alle druk eraf was. En dat het gewoon een kwestie van, ik ben Vief en wij zijn Nederlands elftal. En we moeten gewoon onszelf doen en lekker normaal blijven doen. En gewoon het beste eruit halen. En die mindset heb ik eigenlijk zowel bij Arsenal de ruimte gekregen om daar zeg maar de tijd voor te nemen. En bij Nederlands elftal door op kunnen beduren. Ja, die kon niet ontbreken toch? Nee, die kon zeker niet ontbreken, nee. Hoe vaak heb je deze al gezien? Heel vaak. Hij hangt ook thuis trouwens. Ja? Waar? Ergens in de derde slaapkamer. Dus niet altijd in het zicht. Maar vanuit de KNVB na die wedstrijd wel een heel mooi doek gekregen waar die foto op staat. En
de herinnering aan heb. Ja, gewoon heel speciaal. Heel mooi. Heel speciaal dat ik natuurlijk van tevoren voor de wedstrijd met mijn broertje had afgesproken. Oh ja, ik ga dit doen. Maar eigenlijk nooit gedacht van oké, ja, het zal wel zo mooi uitkomen. Maar uiteindelijk paste alles perfect die dag. En eigenlijk ook dat toernooi tot en met de finale. Dus ja, dat is zeker iets waar ik volgens mij later heel erg trots op mag zijn. Ja, want ik wilde vragen, je wordt natuurlijk all-time topscorer. Maar dat zagen we natuurlijk allemaal wel aankomen. Saai, hè? Nou, meer van in hoeverre ben je er dan nog... Ja, natuurlijk ben je er trots op. Ja. Maar het... Snap je wat ik bedoel? Ja, wat ik zei. Het is bijna meer iets geweest van oké, ik wil het heel graag uit de weg hebben. En ik wil gewoon heel graag door. En, want het ging er ook veel over natuurlijk. Ja, nou, iedereen had het erover. En kijk, het is ook iets groots natuurlijk. En dat heb ik misschien nu nog niet zo door. Maar ja, daarna is het gewoon een kwestie van doorbouwen geweest. En volgens mij ben ik dat nu aan het doen. En uiteindelijk gaat er weer een moment komen dat iedereen zal gaan praten over... Nou ja, 100 komt eraan. Maar ja, dat hoort ook bij het voetbal. En dat blijft ook bij het voetbal. En ja... Dat zijn gewoon dingen die uit de weg moeten en dan kunnen we weer focussen op de volgende wedstrijd. Bijzonder moment. Ja. Maar om een andere reden misschien? Ja. Rusland thuis in Eindhoven. Op vrijdagavond speelden we volgens mij tegen Slovenië. En ja, de volgende ochtend voordat we het vliegtuig instapten hoorde ik dat mijn opa is opgenomen in het ziekenhuis. En toen we geland waren, hoorde ik eigenlijk dat het al te laat was en dat ik ook geen afscheid meer kon nemen. Toen ben ik naar huis gegaan, natuurlijk op de zaterdag, zondag. En uiteindelijk in overleg met Sarina en vooral ook met mijn oma besloten om toch te spelen op dinsdagavond. En ja, als de bal er dan in vliegt en nou, je ziet het ook aan de andere meiden, er komt heel veel emotie bij los. En is eigenlijk een beetje... Precies wat je dan, nou ja, dat je dan wilt doen voor je opa. Vooral ook omdat hij de grootste voetbalfan was. En dat is wel een van de doelpunten en een van de momenten die het dichtste bij mij blijven. En die ik ook altijd zal onthouden en herinneren. Ja, zijn dat ook momenten waarop het lastig is om international te zijn? Had ik nu maar gewoon een 9 tot 5 baan? Nou ja, lastig niet. Ik denk dat het ook iets heel moois is. En ik denk dat je dat ook op deze foto's ziet. Ik denk dat het niet alleen om mij gaat. Ik denk dat het ook gaat om het team. En om het team dat bij elkaar komt. En op dat moment zeg maar er voor je is. En ik had de volgende ochtend weer naar kantoor kunnen gaan. Maar niks speciaals kunnen doen. En op het voetbalveld wel. En ja, wat ik zei. Kijk, mijn opa was groot voetbalfan. En dat het er dan zo uitkomt is volgens mij heel mooi. War Child does whatever it takes. But they cannot do it alone. They cannot do it alone. Please join us and donate to War Child today. Ja, als, volgens mij als voetballer weten we allemaal wel wie ik ben en wat ik heb gedaan. Maar ik denk dat het voor mij vooral in de afgelopen jaren heel belangrijk is geweest om daarbuiten ook mezelf te ontwikkelen en in te zetten voor dingen waarin ik in geloof. En, na en tijdens het WK uiteindelijk in contact gekomen met War Child. En dat is iets waar ik altijd heel veel voor heb gevoeld en ook heel veel voor heb willen doen. En dat ik daar nu ambassadrice van mag zijn is wel heel erg speciaal. En ik hoop zeker ook in de toekomst daar heel erg druk mee te kunnen zijn en heel veel kinderen te kunnen helpen. Ja, je hebt ondertussen een redelijk grote platform opgebouwd. Daar kun je overal voor inzetten. Ja. Waarom juist... War Child? Omdat, wat ik zei, ik denk vroeger toen ik jonger was, toen ben ik altijd op, met school zijn we altijd bezig geweest met sponsoren lopen en met goede doelen steunen. En bij mij was dat altijd War Child. En dat heeft meer te maken met dat het eigenlijk en bekend was op tv, maar ook omdat dat er bepaalde gebeurtenissen zijn geweest waarmee ik eigenlijk direct die klik voelde. En omdat ik gewoon heel graag, kinderen de opportunity wil geven om op te groeien zoals ik zelf ben opgegroeid. Kijk, oorlogslanden zijn natuurlijk hele andere omgevingen als waar wij ons in hebben mogen bevinden. En ik vind het gewoon heel mooi dat ik met mijn bereik en dat ik met inzet hopelijk maar één kind kan helpen. En natuurlijk hoop ik op veel meer, maar als ik elke dag één iemand kan helpen, dan is dat volgens mij een heel mooi begin. Wat ik wel mooi vond, dit is echt een filmpje met wereldsterren erin, hè? Ben jij ook een wereldster? Volgens mij ben ik gewoon iemand uit Hogeveen die goed een balletje kan trappen.
Maar ja, dat is heel speciaal inderdaad. Want ik ben wel vaker nu in contact gekomen met echt de grote media en de grote filmsterren. En om daartussen te mogen staan is wel heel tof. Maar dan ben je toch nog wel steeds de nuchtere vief, toch? Ja. Ja, dan ben ik wel de nuchtere vief. Ja, ik ben ook geen fangirl. Maar het is wel leuk om ervaringen te delen en om samen zeg maar, vanuit twee compleet verschillende werelden voor één doel te gaan staan. En dat is wel speciaal. Maar ja, je zegt zelf, ik ben geen wereldster, ik kom uit Hogeveen. Er zijn een heleboel mensen die jou wel een wereldster vinden. Zeker de afgelopen jaren sta je flink in de aandacht. Wat vind je daarvan, dat mensen zo naar jou kijken? Af en toe nog een beetje onrealistisch, denk ik. Maar snap je het wel? Ja en nee. Ik denk, tuurlijk, toen ik klein was en ik keek naar voetballers, dacht ik echt, wauw, dat is echt mijn wereld. Dat zijn echt de grote sterren. Dus in dat opzicht, vooral voor jonge kids, snap ik absoluut dat ik een voorbeeld kan zijn. Maar ja, af en toe als je dan in een stadion zit en er komt een 50-jarige man naar je toe die big fan is, dan is dat wel even een reality check. En dan denk je wel van, oh. Maar daarom probeer ik ook niet alleen zeg maar, ik als voetballer te zijn. Ik probeer ook echt voor bepaalde dingen op te staan waar ik in geloof. En om kinderen en om mensen te laten zien dat het oké is om iemand anders te zijn. Of om niet altijd binnen de lijnen te moeten te bewegen. En dat zal ik altijd blijven doen. Ja, dit kan je ook nog. Nee, ja, acteren kan ik zeker niet. Maar dit duurde ook wel heel erg lang, hoor. Maar is het iets voor jou? Acteren? Ja, ik ken mij wel. Dat wordt toch helemaal niks. Ik vind het heel leuk om te doen. Omdat ik weet dat het zeg maar onderdeel is van de job. En omdat het steeds groter wordt. En ook steeds meer aandacht krijgt natuurlijk. Maar ongeveer een 30 seconden filmpje is wel de max, denk ik, hoor. Maar hoe vind je dat als je jezelf dan in zoiets terugziet? Of op posters? Of... Weet je wat in dat opzicht fijn is? Is dat ik in Engeland woon en niet zoveel Nederlandse tv kijk. Ik ben best wel ver weg van Nederland natuurlijk af en toe. Dus in dat opzicht krijg ik niet altijd alles mee. Dus dat is wel fijn. Ja, en in Engeland weten ze natuurlijk totaal niet wie Vivian de Miedema is. Nee, totaal niet. Nee, dat is ook zo. Want ik zet de tv aan en het eerste wat ik eigenlijk zie is mezelf elke keer in andere reclames en de spotjes. Maar dat gaat nooit wennen volgens mij. Het staat aan en je kijkt ernaar. En elke keer als er mensen thuis zitten, dan word je een beetje awkward. En dan denk je alsjeblieft ga naar de volgende. Maar dat hoort erbij. Olympische Spelen. Ook weer een bijzonder toernooi. Heel bijzonder. Meest aparte en vreemde toernooi die ik tot nu toe heb gespeeld. Voor heel veel verschillende redenen. Heel veel hoogtepunten. Groot dieptepunt. Heel ver weg natuurlijk met niemand in het stadion. En een hele andere toernooi setup ook. Gewoon echt maar 2 dagen ertussen en weer een wedstrijd gespeeld. Maar toch steeds meer ook wel een mooie ervaring. Want als klein meisje droomde ik er altijd van om de Olympische Spelen te mogen spelen. En die is toch maar weer afgetikt. En ik hoop zeker dat we nog een keer heen mogen en in volle stadions mogen spelen. Maar het was wel een speciale ervaring. Ja, 100 interlands. Je hebt de EK gewonnen, WK-finale, Olympische Spelen. Hoe zien de ideale komende 100 interlands eruit? Dat is nog wel heel lang niet, Inge. Ik hoop dat we gewoon nog heel veel mooie dingen mee mogen maken. We hebben natuurlijk een EK komend zomer, daarna een WK. Ik hoop gewoon dat we als team door kunnen ontwikkelen. En dat er nog heel veel mooie momenten tussen gaan zitten. Maar gaan we nog een 200 interview doen? Ik heb geen idee, maar dat gaan we in de toekomst zeker zien.